Zeg, dit ruikt me toch op partijen lekker? Ja, nou, Peter, vertel eens, wat ben je aan het maken? Nou, nou, ik zal het eens aan mensen thuis laten zien, dan kunnen ze een beetje jaloers worden. We hebben hier dus 2 kiprollades in gedaan. En wat verse groenten. Ik heb het eerst de rollade aangebraden, daarna geblust met rode wijn. Dat ruik ik. En toen daarna dus de groenten erbij. En nou gaan we dat gewoon laten gebeuren. Nee, maar is het zo dat het programma natuurlijk een beetje moeilijk uit te kienen? Normaal laat ik dit thuis gewoon 2-3 uur staan. Ja, en dan ga ik gewoon ondertussen iets anders doen, want dan laat je dat gewoon helemaal... De bedoeling van dit gerecht is dat de groenten helemaal kapot koken. Ja. Dat je eigenlijk een soort kompot, een heel dikke saus krijgt die je dan dadelijk bij je rollade gaat serveren. Aardappeltje erbij. Heerlijk. Dat kapotkoken is trouwens iets wat bij mij vanzelf gebeurt. Ja, nee, dat zal, daar zal een programma over. Daar zal sowieso een programma over moeten. Ja, inderdaad. Ja. Goed idee. Nee, kijk, wat ik heb gedaan, en dat wil ik eigenlijk laten zien. Kijk, als je een gietijzeren pan, dit is een geëmailleerde pan. Dat is een heel zwaar materiaal. Ja. Duurt lang voordat het heet is. Als het heet is, dan kun je dat gewoon eindeloos laten staan. Ja. Nu is het zo bij het braden, vooral bij braden, zoals een hele kip of kippenpoten of de rollade in dit geval. Heb je vaak het probleem, hetzelfde als wanneer je het in de oven doet, dat je dan regelmatig de klep open moet doen om het de boel te sausen. Ja. Want anders droogt je aan de bovenkant uit. Ja. Nou, bij deze pan hoeft dat dus eigenlijk niet. Want daar hebben ze een techniek op gevonden. Dan ga ik het even zo doen dat de cameraman mee kan kijken. Hier hebben ze aan de onderkant van de deksel noppeltjes gemaakt. Een soort bubbeltjes gemaakt. Ja. Wat is nou de bedoeling? Ja, precies. Op het moment dat je gaat koken, komt daar damp bij vrij. Komt damp en dat gaat omhoog. Normaal komt het tegen de bovenkant dus van je deksel aan of tegen de binnenkant. En een deksel is vaak hol en dan loopt dat naar de zijkant en loopt langs de rand van je pan terug. Precies. En de helft verdampt alweer daar, maar het komt niet op het gerecht. Nou, door dus hier die druppeltjes te maken, gaat het eigenlijk regenen in je pan. Je krijgt dus gewoon puur een verdampen en condenseren van het vocht. Nou, dus ook alles wat hierin zit, geeft nou aan elkaar de smaak over. Dus die rollade, normaal had ik ook, doe ik zelf, maak er een paar gaatjes in, prik daar een rollade, knoflookteentjes in. Heb ik nou maar niet gedaan, omdat ik natuurlijk niet weet... Dan moet je nog praten. Nee, je moet nog praten. Maar je kunt daar dus enorm mee aan de slag om allemaal hele lekkere dingen te maken. Maar vooral geduld, tijd. Want dat is de hele romantiek er eigenlijk van. Dat je iets gaat maken en dat maar gewoon laat gebeuren. Net zoals nu heb ik een paar keer al de deksel eraf gehaald. Moet je eigenlijk niet doen, want ontsnapt je stoom en dan moet je eigenlijk opnieuw beginnen. Maar ja, goed, nu dus niet, dan laten we dat staan. En dan als het goed is over 25 minuutjes gaan we het gewoon proberen. Ja, want jij zo'n keukenprins bent, jongen. Ja. Dit is echt geweldig. Zeg, Peter, doe jij dat wel eens, dat slow cooking? Dat je echt even lekker uitgebreid? Nee, er wordt voor je gekookt thuis. Nee, nou, regelmatig, maar ik kende de term bijna eigenlijk niet, dus... Nee. Het is wel leuk, je maakt er echt een moment van eigenlijk. Ja, het gaat over het genieten eigenlijk al van tevoren. Ja. En je kunt gewoon blijven praten en drinken met de andere gasten. Nou ja, moet je keuken wel een beetje op ingericht zijn natuurlijk. Ja. Maar het is, jawel, nee, maar als je deze pan, want het is het, normaal zou je bijvoorbeeld ook dat is wel het ding wat hartstikke heet, zo'n pan. Het is helemaal van gitaar, dat is terzijde. Nou, hij kan ook heel goed in de oven. Normaal zou je bijvoorbeeld een kip in een braadzak, hè? Dat is eigenlijk hetzelfde idee, alleen zo'n zak die gaat op een gegeven moment kapot. En je verliest toch weer veel damp eigenlijk. Nou, zet dit ding gewoon hier die kip in, even aanbraden, dan zo in de oven. Mm-hmm. Ja, laat maar weer staan. Dus met een kalkoen kan het ook? Ja, moet je wel wat zeggen. Ze gaan tot 41 centimeter, deze pannen. Dus een konijn kan nog wel? Ja, konijn, maar kalkoen dan, want dat wordt echt wel zonde. Jouw favoriet of niet? Nou, niet bepaald. Oh, nee, kluif en bordjes. Konijn kun je oprollen, die past hier ook wel in. maar moet je er dan bij blijven? Dat is altijd een beetje bezorgdheid. Nee, dat is dus, nou, net zoals nu heb ik die rollade aangebraden. Ja. En daarna ben ik gewoon rustig naar de kriem gegaan, een microfoontje gaan doen, want ik hoef hier niks aan te doen. Ja, dat is natuurlijk wel lekker, hè? Want je hoeft, kijk, normaal in een normale pan zou je hem om moeten gaan draaien. Ja, of je bent anders, bang dat het in de fik vliegt of weet ik. Je ziet het, hij staat op 2. Ja. Nou, dat is eigenlijk op 1 na laagste stand en dat is prima. Nou, dan ga je boodschappen doen, dat is eigenlijk helemaal geen probleem. Ja, ik verkies gewoon, jij ook, hè? Ik ga boodschappen doen. Oh, je gaat boodschappen doen? Je laat iemand anders tetteren. Nou ja, goed. Dan ben ik de enige die inderdaad gaat voor de... help ik wel mee, joh. Ja, gezellig. Nou, weet je, we komen er straks nog even terug natuurlijk. Ja, doen we zeker. En misschien dat we wel een beetje mogen proeven als het lukt om het klaar te... Dat gaan jij redden? Gaan we wel redden. Helemaal goed natuurlijk.